Hallo allemaal, mijn naam is Suzanne Sijp. Ik ben 19 jaar oud en ik studeer media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik ga vandaag een paar vragen voor jullie beantwoorden in mijn notitieboekje die ik zelf heb opgesteld. Heel erg egocentrisch, maar ja. Oké, vraag 1. Waar ben je goed in? Ik ben goed in het maken van tijdschriften. Op school hebben we een vak gehad en dat heet beeld en fotografie. En ik merkte dat ik daar gewoon heel erg goed in ben. En onder andere ook teksten schrijven, vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. En daar ben ik ook goed in. Dus ja, daar ben je minder goed in. Ik ben niet zo goed in marketing. Ik vind rekenen echt vreselijk. Ik krijg er echt al kippenvel van als ik erover praat. Ik vind het gewoon echt geen leuk vak. Ik vind economie ook echt vreselijk. Maar alles wat een beetje met cijfers te maken heeft en met logica en met grafieken en weet ik veel, dat vind ik gewoon echt vreselijk. Dus daar ben ik minder goed in. Vraag 3. Wat is je favoriete kleur? Mijn absolute favoriete kleur is roze. En vooral babyroze vind ik gewoon echt heel mooi. Volgende vraag. Wat eet je het liefst? Het allerliefst, zeg maar in de ideale wereld, zou ik gewoon echt iedere dag een broodje suppe eten. Heel specifiek te zijn de veggie patty met sla, tomaat, extra pepers, augurk, uien. Welke studie heb je gedaan voordat je hbo studeerde? Ik heb eerst vmbo gedaan, vmbo tl. Ik heb VMBO TL afgerond, ik heb daar examen in gedaan en toen ben ik doorgestroomd naar 4 HAVO. Na 4 HAVO heb ik 5 HAVO gedaan en na 5 HAVO ben ik dus HBO gaan doen. Ik denk dat ik daarna nog door ga studeren naar de universiteit, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dus dat zullen we wel zien hoe dat allemaal verloopt. Mochten jullie nou denken, goh, wat een leuke video of wat is zij een leuke meid en ik wil haar beter leren kennen, abonneer dan vooral op dit kanaal. Doe een duimpje omhoog. Deel het met je vrienden, familie, buren, kennissen, achterneven. Heb een leuke dag en dan zie ik jullie gauw weer. Hallo allemaal. Mijn naam is Suzanne. Ik weet niet waarom ik daarover moest nadenken, maar ik heet Suzanne. Oké.